waterleiding duinen. Het is vochtig weer, hopelijk. Is het een mooie ochtend voor mistige shots. Met een beetje geluk kan ik de nachtegaal filmen vandaag. In ieder geval het geluid van de nachtegaal mooi. Ik loop vandaag in de waterleidingduinen, vanochtend vroeg opgestaan. Het was prachtig mooi vochtig weer. Maar ik ben wel niet de enige, er zijn best al wel vroege vogels, al andere vroege vogels op pad naast mezelf. Nou, dat was het, mijn eerste vlog. Nou, het is hier... mooi stil, geen vliegtuiggeluid in de coronatijd. Dat overstemt dit keer niet de vogeltjes. Het is inderdaad al heel mooi. Als ik hier zo links naast me kijk, dan zie ik de mooie mist op het water. Niet zo mooi als van de week. Misschien komt het nog. Nou, ik verlaat nu het bos. De nachtegaal horen jullie op de achtergrond. Het is niks geworden vandaag. Helaas. Geen nachtegaal. Wel mooie geluiden op kunnen nemen. Maar geen beelden van de nachtegaal. Hartstikke mooi weer gisteren. Met mooie mist. We kwamen daar 's morgens vroeg aan. En toen scheen het zonnetje prachtig. En mooie opnames kunnen maken van een paar vogeltjes. Welke vogeltjes? Ja, wat waren het? Een blauwborst. Ik heb gisteren een blauwborst gezien. Een sprinkhaanzanger. Dat was wel grappig. We kwamen wat mensen tegen. Een paar oudere mensen. Die hadden een heel briefje vol met vogeltjes die ze hadden gespot. En die waren speciaal op zoek naar
de Sprinkies, want de Sprinkies waren weer in het land. Nou, dan konden wij zeggen, ze zitten een paar honderd meter verderop aan de linkerkant. Want wij hadden ze inderdaad ook gehoord. En dat is net een geigerteller, als je die hoort zingen. Ik zie daar een fotograaf, eens kijken wat die nou aan het fotograferen is. Waarschijnlijk zit daar een zandhagedis. Het is inderdaad een zandhagedis. Een mannetje. Het mannetje is groen. Nou, toen bleken daar een paar zandhagedisjes te zitten. En dat mannetje had dat vrouwtje zo in de lurven, zeg maar. Ik denk, nou, wat zijn die nou gek aan het doen? Maar ik denk dat het mannetje iets meer wil dan alleen maar het vrouwtje bijten. Maar helaas had het vrouwtje daar geen zin in. Nou, dat was het voor vandaag.